Salut. Que pasa, G? Ik zit nu in de auto met mijn losliggende shit hier zo. Maar ik heb al eerder gezegd van, het maakt me echt niet uit. Mijn auto is schoner dan de tram, vind ik persoonlijk. En wat me opvalt is dat je dus nu ongeveer 3 kampen hebt. Ja, ik ga van hak op tak, dus deal with it of ga weg. Je hebt dus 3 kampen. Ik ga uitleggen wat ik bedoel. Want sommige mensen zeggen, oh, wat bedoel je dan met 3 kampen? Wat bedoelt hij dan met 3 kampen? Ja, nou, kamp 1. Je hebt misschien meerdere kampen, hè? Dus zeg niet dat ik... dat is ongeveer, hè. Je hebt daar ook nog, weet je, niveaus in, zeg maar. Oké, kamp 1, dat zijn dus de mensen met mondkapje. En dan heb je dus mensen die het doen echt voor hun eigen veiligheid, begrijp je? Dus die doen het echt omdat ze weet je, voor hun eigen veiligheid, omdat mensen om hen heen. En daarbij heb je ook een groepje in die het gewoon doet, omdat ja, ze willen gewoon geen boete krijgen. En die mensen dus die willen gewoon geen boete krijgen. Dan heb je nog een andere kamp. Dat zijn dus de mensen zonder mondkapje. Die hebben zoiets van, ja, fuck it. Ja, ik zie het allemaal wel. Ga ik het dragen, is niet goed voor me. Ja, dus ik geloof het niet. En kamp 3, dat zijn dus de mensen dus die gewoon meegaan met iedereen. Het maakt er helemaal niet uit. Ze gaan gewoon mee met de flow. Ze zijn gewoon letterlijk als Nederlands weer. Gewoon elke dag is dat, je weet niet wat je kan krijgen. Gewoon dat soort mensen. Nou, en dan heb je kamp 1. Een paar mensen van kamp 1, die zeggen dan van, hey, ik kom bij jullie, want jullie dragen geen mondkapje. Dus, kijk, zie je iemand op de nieuws gebeurt? Zie je wat er gebeurt op nieuws? Ja, ik kom bij jullie. Oh. Oké. Bizar eigenlijk, hè? Ik zweer het je, man. Ik weet nog precies, jongen, toen deze coronavirus, zeg maar, uitbrak, lachten ze allemaal die mensen in China uit, gek. Weet je als die Chinezen al jaren gek. Michael Jackson met zijn mondkapje. Al jaren lopen die mensen hier met een mondkapje. Want die shit gebeurt daar heel vaak. Begrijp je? En die mensen lachten die mensen hieruit. Kijk ze nu gek. Ik zeg, je moet niet zomaar mensen uitlachen, jongen. Want je weet niet wat er morgen gebeurt. Je weet niet. In een sabi. Begrijp je? Saab Satamara. Begrijp je? Dus je kan wel stoer gaan doen als mensen lopen uit te lachen en zo. Maar luister, we zijn gewoon, per definitie, zijn wij gewoon... kudde dieren. Begrijp je? Het is niet goed of slecht, hè? Het is gewoon, we moeten gewoon leven als één organisme. Net als mieren. Weet je, mieren is gewoon, dat werkt gewoon als één apparaat, hè? Dus ik weet niet waarom mensen zo raar doen. Alleen, je hebt gewoon een leider nodig. Alleen, iedereen wil niet eens leider zijn. Iedereen wil leider zijn. Maar wanneer leider dingen gedaan moeten worden, zoals gewoon luisteren, dan wil niemand ineens luisteren. Iedereen wil spits zijn, ook bij voetbal. Ik zeg je eerlijk, hè? Ik heb nooit leren voetballen, omdat ik vond het gewoon fucked up. Ik vecht volgens mij al 20 jaar of zo, weet je. En MMA vind ik veel beter dan kickboksen, vind ik persoonlijk. Want als, je kan wel goed kunnen kickboksen of goed kunnen boksen. Maar als ik sowieso kan ik goed vechten. Sowieso kan ik goed vechten. Ik ben sowieso sterk. Ik ben sterker dan de meeste mensen van mijn lengte en van mijn gewicht. En nu ben ik 65 kilo. En MMA is gewoon mijn shit, man. Ik ga gewoon slopen. Het is gewoon jammer dat mijn wedstrijd door is gegaan. Ze hebben echt geluk gehad, jongen. Misschien beter ook. Misschien zou ik gewoon niet stoppen. Misschien zou ik gewoon doorslaan met de bel. Ellebogen, weet je. Dus misschien beter ook, weet je. Ik was er misschien nog niet klaar voor. Ik wou te graag vechten. Dat was ook niet goed, denk ik. Ik ben het gewoon kwijt, gek. Zie je? Ik ben het gewoon even kwijt. Het maakt me niet uit. In ieder geval, je hebt 3 kampen ongeveer. Ongeveer heb je 3 kampen. Dus ik kom er soms wel op terug. Maar wat voor kamp zit jij? In wat voor kamp zit jij? Waar, begrijp je? Of zit je gewoon in kamp 3? Het maakt je niet uit wat gebeurt. Want dat is kamp 3. Kamp 3 is van, ik zie wat gebeurt. Ik ga gewoon met de flow mee. Kan ook, hè, is ook goed. Maar kies je rol. Kies je positie. Als jij denkt dat je spits bent of leider bent, neem jouw rol als leider of spits. Kan je je positie niet aan, schuif op en laat iemand anders het overnemen. Kijk, we zijn bezig op straat. Er komen hele mooie dingen aan. Voor de mensen die gewoon normaal doen. En voor de mensen die niet normaal doen. Komen er ook hele mooie dingen aan. Maar ja. Het ligt eraan hoe je het bekijkt, hè. Kijk. Bijvoorbeeld. Iets heel geks, hè. Even wat anders. Mensen geloven echt heilig in hun eigen waarheid. Maar ik probeer mensen uit te leggen. Er is niet maar één waarheid. Er zijn meerdere waarheden. Kijk. Hier zo. We hebben gewoon met z'n allen gewoon afgesproken dat het gewoon vandaag, hoeveelste, 6 nog wat is. 6
6 november is. En dat we 2020 is. We hebben gewoon met z'n allen afgesproken. Dat we gewoon... maar beseffen dat andere geloven, die hebben een hele andere jaartelling. Die geloven hier niet in. Hè? Dus eigenlijk normaal is wat de meerderheid normaal vindt. Dat wordt dan gezien als normaal. Is toch bizar eigenlijk? Van wat is eigenlijk normaal? Normaal is gewoon letterlijk wat de meerderheid normaal vindt. En dat is normaal. En als jij dus dat niet doet, dan is dat abnormaal. En als iedereen dat gaat doen, dan is dat ineens weer normaal. Ik bedoel, van kijk naar Nederlandse woorden, gek. In Suriname gebruiken ze bijvoorbeeld bepaalde woorden. Wat ze hier niet eens meer gebruiken. En als je die woorden hier gebruikt, zeggen ze van je verzint je eigen woorden. En als volgend jaar weer een nieuw woord wordt toegevoegd, dan is dat weer een nieuw woord. Kijk, straattaal. Weet je, dat is nu gewoon nu normaal. Dus ik weet niet wat mensen zo raar doen met hun eigen waarheid. Er is geen maar één waarheid. Er zijn meerdere waarheden. Je moet gewoon iedereen gewoon respecteren, gewoon, vind ik persoonlijk. Kijk, bijvoorbeeld, alles is niet wat het lijkt. Kijk, je kan zeggen van ja, het is een feit dat de zon opgaat en onder. Dat kan een feit voor jou zijn, maar dat is niet altijd een feit, vind ik persoonlijk. Vind jij het een feit dat de zon altijd opgaat en onder? Ik zeg altijd, wat ligt eraan hoe je het bekijkt? En vanaf welke kant je het bekijkt? Als jij in de ruimte zit, dan is de zon er altijd. Dan is de zon er altijd. Ligt er natuurlijk aan waar je in gelooft. Als je in de platte aarde gelooft, dan geloof je daar weer niet in. Maar laten we gewoon kijken van wat de meerderheid normaal vindt. De meerderheid van de mensen die vindt dus dat de wereld rond is en weet wat allemaal. En dat de zon opgaat en onder. Het ligt eraan vanaf welke kant je het bekijkt. Want als je vanaf de ruimte bekijkt, is de zon er altijd. De zon gaat niet onder en op. Of op en onder. Het ligt er gewoon aan van welke kant je bekijkt, man. En zo heb je 10.000 andere dingen. Ik zeg ook altijd van, kijk, luister dan. Een illusie werkt alleen maar als men niet weet hoe die werkt. En ik blijf dat gewoon zeggen. Een illusie werkt alleen maar als men niet weet hoe die werkt. Als de illusionist zijn truc blootgeeft. Maakt niet uit hoe goed hij die truc gaat doen. Je weet hoe die werkt, dus je ziet het. Je ziet het. En dit is allemaal één gekke illusie, vind ik persoonlijk. En omdat ik weet hoe die werkt, werkt hij niet bij mij. Hij werkt al jaren, hij heeft eigenlijk nooit met mij gewerkt. Vanaf dat ik jong was. Want ik wist al gelijk wat ze op. Vanaf jongs af aan. En dan word je gezien als gek. En wat blijkt nou? Mensen lopen nu gewoon met een masker, zo weet ik wat allemaal. Wat oké is. Wat ook goed is. Want ik heb weer iets anders erachter. Dus ik vind het goed dat mensen dat doen. Ik vind het goed dat mensen een mondkapje dragen. Maar dat heeft niet om de reden wat de meeste mensen denken. Ik vind het goed. Ik vind het goed. Ik vind het goed dat mensen mondkapjes dragen. En ik draag het zelf niet. Begrijp je, omdat, ik ga niet te veel vertellen, want dan, weet je, ik ga niet te veel vertellen, maar ja, zo, ik zie het gewoon anders. Ik zie het gewoon een beetje anders. Maar in ieder geval, het is vandaag een hele mooie dag. Het is een hele mooie dag. Kijk hoe dat nummer gaat. Gekke tijden, maar toch hele mooie tijden. Ik bedoel, van een tijd geleden waren mensen helemaal aan het stijgeren, jongen, met die boerkaverbod. Want je kon zogenaamd, je kon niet zien wie erachter zat. Kijk mensen nu gek. Kijk mensen nu, mensen die heeft niemand met meer over boerka. Want mensen lopen nu dezelfde bij gek zo. Nog erger zelfs. Ik zeg maar nu is het ineens normaal, weet je, nu is het ineens goed, nu is het geen angst. Want nu is er een grotere bedreiging. Dus een grote bedreiging. Nu kan die boerka verbod, dat kan gewoon weg, want dat is nu niet meer belangrijk. Mensen zijn hele aparte wezens. Daarom, ik ben wel met niemand. Ik ben weer op straat, op het veld. En als iemand me nodig heeft, laat ze daar komen zoeken. Begrijp je? Maar kom niet met domme dingen. Want we zijn met honderden. Ja. Dat is gekke tijden, man. Kijk, soms moet het oude gewoon weg en dan plaats te maken voor het nieuwe. Oude manier van denken moet gewoon soms weg. Soms moet het oude manier van denken weg. Ik bedoel, van als je alleen kijkt naar bepaalde geloven. Kijk, elk geloof heeft het wel over een vloed. Nou, waarom was dat? Omdat mensen leefden gewoon als beesten. En toen had de Almachtige of God, of maakt niet uit hoe je hem wil noemen. Of Allah, maakt niet uit hoe je hem wil noemen. Die heeft gewoon alles, iedereen gewoon weggedaan met water. Weggespoeld. Want mensen die leefden net als nu. Alleen toen nog erger, gek. Want toen waren er heel weinig regels. Gekke tories, man. Maar ja, in ieder geval, het is een hele mooie dag. Voor jou en voor mij, voor iedereen. Als je erin gelooft. Ciao!